Zo, en muzikanten, geluidsspecialisten, theatermakers in en buiten Suriname en het directoraat cultuur hebben vandaag een speciale hulde gebracht aan geluidsspecialist Ricardo Sedo. Deze entertainers zijn van mening dat Sedo één van de pioniers is van de geluidsindustrie in Suriname. Clifton Braam, onderdirecteur van cultuur, haalde aan dat Sedo meer dan een geluidsspecialist is. In de ogen van Braam is hij een kunstenaar. Want die dingen die man heeft weten te bewerkstelligen met zijn gave voor zit aan muziek op een juiste fassie, dat ben je artistiek bezig. Dan ben je kunstenaar, ben je artiest. Dan gaat het niet alleen maar om die muziek live, maar zeker ook zoals eerder is aangegeven, die muziek welke moet worden opgenomen voor het nageslacht. Ricardo, wat jij voor Suriname hebt betekend, brada, is onvoorstelbaar. En het is goed dat we jongeren hier zien die aangeven dat ze bereid zijn van jou te leren. Velen hebben reeds van jou geleerd, maar anderen gaan nog steeds van jou leren. En een van de dingen welke je van Ricardo kan leren, if you want to work on boom, want hij is dat altijd geweest, respectvol. Altijd eenvoudig. Altijd zichzelf. Relax. Jugu jugu no day. Wat me met zo'n man mee ook toen zij at die bron vallen. In een mag actie de man noti. Heb ik ook meegemaakt. Heb me dat ja mami de jere mi schrijven. Denk arti moro boom. Maar je komt bij Ricardo terecht. Daar altijd. Daar kom je luku. Arti eto alweezi. Check baka. Weet je, en dat is belangrijk voor een artiest, voor een muzikant, dat de man die daar achter de knoppen staat, dat je goed kan voelen. Na het in ontvangst nemen van zijn award gaf Sedo aan dat hij zo'n bijzondere huldiging niet had verwacht. Hij is de organisatie zeer erkentelijk hiervoor. We doen dit ding al zo lang, dus we accepteren alles wat we krijgen. Maar we trekken altijd naar Gaddafi. Ja, God heeft me gezet waar ik ben. Ik heb mezelf niet zelf daar gezet. Maar ja, dit is wat ik heb gekregen van God. En dit is wat ik doe. Ik doe het al jaren. Maar heren, ik dank jullie hoor. Ik weet niet wat ik nog moet zeggen. Maar ja, bedankt. Sedo heeft vooral de Kawina Sound een nieuwe dimensie gegeven. Verder staat hij bekend om zijn kalme manier van werken.